Ja, goedemorgen Johanna Spaar. En mensen die meekijken in deze toch bijzondere omstandigheden. We hebben een gesprek vandaag met de auteur van het boek Kleine Encyclopedie van de Eenzaamheid, dat ik een spiegelbeeld kennelijk toon. Nu, ja, ik zal maar meteen van start gaan met een eerste vraag. Geen betere tijd om het over eenzaamheid te hebben dan de lockdown. Ook heel ironisch dat we in deze omstandigheden dit gesprek moeten voeren. Het is ook een beetje een rode draad doorheen alle verschillende dilemma's die in dit boek aan bod komen. De eenzaamheid, ondanks alle communicatiemiddelen van dit moment. Misschien kan u zelf even introduceren wat u tot het boek gebracht heeft en ook tot de vorm ervan. U hebt tot nu toe romans geschreven, ook theaterteksten. Maar dit is echt, en dat zegt de titel ook, een encyclopedie. Ja. Nu, eenzaamheid is een thema dat in al mijn boeken wel voorkomt. Maar de specifieke reden voor dit boek was toen ik bij Douglas Coupland een stukje las in zijn boek over Eleanor Rigby. En zij zei van, het is toch wel erg dat er zoveel schrijvers zijn die over eenzaamheid schrijven of over alleen zijn. Maar als ik dan kijk naar hoe die schrijvers zelf leven, is het voorbeeld van een vrouw die al heel haar leven alleen is, kind nog kraai heeft, of dat denkt ze toch, ze heeft eigenlijk wel een zoon, maar dat komt pas later in het verhaal. En ze vindt het eigenlijk, het is een beetje vanuit een soort onrechtvaardigheidsgevoel dat ze spreekt van, het is toch wel straf dat er altijd mensen iets over mijn eenzaamheid zeggen, terwijl ze daar eigenlijk helemaal geen ervaring mee hebben of geen voeling mee hebben. En dat heeft mij meer dan 10 jaar geleden aan het denken gezet, want het boek is dateert denk ik van 2005. En toen dacht ik van, maar ik ben eigenlijk misschien ook wel in de situatie van Eleanor Rigby. Hè. Je hoort altijd heel veel over eenzaamheid en alleen zijn. Maar ik ben ook al bijna heel mijn leven alleen. Ik leef zeker alleen. Ik ben niet altijd alleen, maar ik leef wel alleen. En eenzaamheid is voor mij altijd een heel acute ervaring geweest in mijn leven. Ik worstel er ook veel mee. Ik heb er vroeger veel meer geborsteld dan misschien nu, denk ik, in deze vreemde toestand van de quarantaine of de lockdown. En dat heeft mij eigenlijk... het is een beetje een boek dat organisch ook gegroeid is, omdat ik in de loop der tijd erachter kwam dat je eigenlijk eenzaamheid ook niet alleen maar kunt beperken tot het alleen leven of het alleen zijn of het moeilijk connectie maken met andere mensen. Maar dat het in zoveel dingen zit, in voorwerpen, in bomen, in dieren, in situaties, dat je in bepaalde, als je van een bepaalde leeftijd bent, dat je misschien je anders eenzaam voelt dan als je ouder bent. En dat is eigenlijk een boek dat zo langzaam gegroeid is. En op een bepaald moment had ik zoveel dilemma's. Toen sprak ik met mijn uitgever en die zei van, is het nu eens geen tijd om eindelijk dat boek te schrijven? Dan is het gewoon uit je systeem. En dat heb ik dan ook gedaan. En daarom is het zo... Van in het begin stond het eigenlijk wel voor mij vast dat het in deze vorm moest geschreven worden, in die vorm van een soort encyclopedische kennis van eenzaamheid. En nu dat het zo geschreven is, denk ik van, ik had het ook wel op een andere manier kunnen doen. Maar dat is typisch, denk ik, voor als je schrijft, dat je dan altijd achteraf denkt, ik had eigenlijk ook nog dat kunnen, maar dus bij romans is dat ook zo natuurlijk, of bij non-fictieboek, ik had eigenlijk ook nog een andere vorm kunnen geven of een andere richting kunnen uitsturen. Maar zoals het nu geschreven is, ik ben er wel heel tevreden mee. Ja, het is ook opmerkelijk. Er is op geen enkel moment een echte definitie van wat is eenzaamheid nu. Maar het is juist door het telkens in een verhaaltje of een anekdotische omschrijving bij elk lemma, krijg je wel een steeds genuanceerder en veelzijdiger beeld van wat die eenzaamheid allemaal kan behelzen, maar zonder dat het echt wordt vastgepind ooit. Dus het heeft iets heel... Ja, het is de encyclopedie die de veelkantigheid van het onderwerp eigenlijk
toont, meer dan het te definiëren, wat wel ook veel openheid laat nog naar interpretatie voor de lezer en misschien nog naar aanvulling ook. Want ik kan me voorstellen dat de meeste lemma's die je hier aanhaalt, gaan heel vaak over mensen of dingen of situaties die meer in de marge vallen of die buiten het grote licht vallen. En die daardoor... Ja. Ja. Ik vond het ook wel belangrijk om... Ik merk dat als bijvoorbeeld... Ik heb ook in panels gezeten waarin het over eenzaamheid gaat. En dan wordt dat vaak gekoppeld aan het wetenschappelijk onderzoek. Of mensen die zich bezighouden met eenzaamheid bij ouderen. Mm. Of gemeentes die een eenzaamheidsambtenaar of schepen hebben. En dan valt mij altijd op dat eigenlijk, het wordt geïnterpreteerd alsof je dan die arme eenzamen, je zet je dan bij elkaar in een groep en dan laat je die samen iets doen. In Nederland is dat dan bingo spelen, denk ik. En bij ons is dat dan petanque of ik zeg maar iets. En dan is dat opgelost. Dan zijn de mensen samen en dan voelen ze zich niet meer eenzaam. Maar dat is natuurlijk niet... Daar heb ik het niet over. Ik heb het eigenlijk over die... Ik heb het natuurlijk ook wel daarover, over die situationele eenzaamheid. Of het gebrek aan groep, waar je mensen bij wie je wilt. Je wilt er toe horen. Je wilt tot een bepaalde bubbel horen, zoals ze nu zeggen. Maar het gaat echt over die filosofische, fundamentele eenzaamheid, die existentiële eenzaamheid, die waar de ene mens heeft daar meer last van dan de andere, denk ik, of worstelt daarmee. Ik denk dat wij bij onszelf ook wel, dat iedereen wel bij zichzelf dat soort eenzaamheid ervaart, maar de ene mens worstelt daar meer mee dan de ander, omdat hij zich moeilijker kan verbinden. Mm-hmm. En ik vond het ook wel belangrijk om ik vind het goed bedoelde initiatieven, hè, om mensen samen te brengen en zo, maar dat is nog altijd niet, volgens mij is het nog altijd niet dat wat je verlost van je eenzaamheid. Mm-hmm. Mm-hmm. Terwijl dat eenzaamheid ook niet altijd iets is dat fundamenteel fout is of iets is dat je moet bestrijden, maar je moet er mee leren omgaan. En dat is natuurlijk wel een groeiproces. En het tragische is dat er heel veel mensen op bepaalde momenten in hun leven zo lijden aan eenzaamheid dat ze het niet meer aankunnen. En dan gebeuren er dingen of ze worden ziek of er gebeurt iets anders. Maar het is niet zo makkelijk om te zeggen van zet mensen samen en geef ze een kop koffie en een stuk taart en dan en ze doen een klapje, zoals ze bij ons zeggen, en dan is het opgelost. Ja, want u maakt ook duidelijk het onderscheid tussen eenzaamheid en alleen zijn. Dat je net zo goed eenzaam kan zijn in groep, of in een gezin, of binnen een huwelijk, of binnen een vriendengroep. Ja. Terwijl mensen die alleen zijn, of veel tijd alleen doorbrengen, zich soms minder eenzaam kunnen voelen dan... Ja. En het valt mij nu op, als ik nu al de directe link mag leggen naar de huidige situatie... Ik merk bij mensen die gewend zijn om veel alleen te zijn, of die alleen leven, dat die er volgens mij zelfs beter mee omgaan met de huidige situatie van de quarantaine. Omdat je natuurlijk, je hebt die soort... Daarin ben je dan nu wel ervaringsdeskundige, of je hebt die vaardigheden om daarmee om te gaan. Waardoor het misschien een beetje draaglijker is voor ons, de alleenlevenden, dan voor de mensen die nu plots gedwongen worden om... dag in dag uit, met de mensen met wie ze samenleven, nu constant geconfronteerd worden. Ja, ja. Ook dat mensen die gewend zijn om alleen te leven, hun eigen gezelschap wel voldoende kennen dan, hebben. Ja, je moet noodgedwongen met jezelf leren leven. En dat is misschien niet altijd het beste gezelschap, maar goed. Ik praatte vroeger tegen mezelf en ik praat nu in deze... tijden misschien iets meer tegen mijzelf, maar dat zijn zo dingen die je bent er wat beter beslagen, hè, in die situaties. Ja. Heeft het ook iets te maken met introvertere types dan mensen die extraverter zijn, dat die het moeilijker hebben om met de eenzaamheid of het alleen zijn overweg te kunnen? Of heeft het, terwijl introvertere types misschien een meer innerlijke belevingswereld hebben, of
denk dat dat onderscheid niet zo... Ik vermoed dat dat er zeker mee te maken heeft. Hè, dat je niet altijd je moet spiegelen aan iemand buiten jezelf. Hè, aan iemand, terwijl extraverte types misschien sneller daarom ook gezelschap opzoeken. Of ook geen dingen alleen kunnen doen. Ik vind het heel vreemd dat mensen van het ogenblik dat ze een relatie hebben, dat ze niet meer in staat zijn om nog dingen alleen te doen. Dat je niet in je eentje naar een museum... Nu gaat dat allemaal niet meer natuurlijk. Of naar de film of naar een museum kunt. Of gaat wandelen. En dat dat altijd een soort groepje moet zijn. Hè? Mm. Al een bubbel. En dat vind ik dan wel misschien de kracht inderdaad van introverte mensen. Dat ze dat beter kunnen. Alleen met zichzelf leren. En misschien is het ook wel zo als je... creatief bent, of een creatieve uitlaatklep hebt. Zeker schrijven is iets wat je eigenlijk per definitie alleen doet. Dan heb je wel manieren om daar beter te doen. Ja, u haalt het ook aan. Die eenzaamheid kan een manier zijn om je eigenheid te beschermen en is heel vaak ook een voorwaarde om creativiteit toe te laten. Dus dat zie je ook in de mensen die je aanhaalt. Het zijn heel vaak mensen die in hun eenzaamheid en creativiteit hebben kunnen tot ontwikkeling brengen. Camille Claudel bijvoorbeeld, of er zijn nog heel wat schrijvers, Billie Holiday. Ja. Maar het is vaak, heeft het verschillende, ook een keerzijde, die eenzaamheid. Maar het is wel de creativiteit die rijpt in de eenzaamheid, of die tot bloei kan komen. Ja, dat denk ik wel. Voor mij is dat toch een noodzaak. Ik vind het altijd wonderbaarlijk dat er mensen... dat er schrijversduo's bestaan. Hè? Dat er mensen in staat zijn om een roman te schrijven of een thriller. Dat neemt natuurlijk wel niet weg dat omdat schrijven zo'n eenzaam beroep is, dat je wel de behoefte hebt om daar, als je het schrijven even opzij legt, dat je de behoefte hebt om daarover te reflecteren met andere mensen. En als je dan die mensen niet hebt, is dat soms ook wel heel moeilijk, hè? Omdat dat hoeft niet per se dan direct over de inhoud van het boek te gaan, maar het gaat soms ook over het worstelen met jezelf, waarover je dan toch wel een gesprek wilt aangaan met andere mensen. En daarom, de voorwaarden die je nodig hebt om te kunnen schrijven, we zijn nu eenmaal het alleen zijn, maar je hebt daarnaast natuurlijk nog wel een soort van een spiegel nodig, feedback nodig, mensen die je op een andere manier toch wel voeden. Ja, je wil natuurlijk ook altijd gelezen worden. Ja, je zou dan kunnen zeggen, maar je lezers zijn dan je... degene die... Ja, maar ik denk ook wel dichterbij, wil je zo. Wel, dat het niet alleen maar ploeteren is. Soms is het wel ploeteren natuurlijk schrijven. Nu, je zegt het boek heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Je was er al lang mee bezig met Lemma verzamelen. Maar op welke manier is dat gebeurd? Want er zijn heel originele lemma's bij die je totaal niet zo met eenzaamheid verbinden. Bijvoorbeeld hout of de eerste sneeuwklok. Of een dictator bijvoorbeeld, of de dageraad. Hoe selecteer je, of had je nog heel veel meer items, of komt dat gaandeweg? Dat is wel iets wat gaandeweg komt. Ja. Wat mij ook wel heeft geholpen, is dat ik sinds mijn jonge jaren... Nu doe ik dat minder, ik vind dat eigenlijk wel jammer, maar... Vroeger deed ik heel vaak, als ik een boek had gelezen, dan noteerde ik citaten eruit of zo. Hè. Mooi met de hand geschreven citaten. Geen mens die dat nog doet waarschijnlijk, maar goed, ik deed dat vroeger, dus toen ik vanaf mijn puberteit, denk ik. En door die schriften terug te doorbladeren, viel mij eigenlijk al op van jongs af aan heb ik blijkbaar wel een fascinatie, waarschijnlijk ook vanuit mijn eigen eenzaamheid natuurlijk, voor dat onderwerp. En dat heeft mij ook wel geholpen om het op literair vlak kon ik het wel heel breed trekken, omdat ik ook wel veel gelezen heb, denk ik, maar ook veel
voor heel veel soorten literatuur belangstelling heb. Al van jongs af aan, dus dat heeft me wel geholpen om een breed kader te scheppen. En dan verder, ja, dat, vaak zijn dat associaties en dat zijn dingen die ik noteer ook natuurlijk wel de hele tijd in schriftjes. En ik heb dus al mijn schriften die ik in de loop der jaren heb, met mijn notities en met referenties naar boeken en zo, ik heb die toen ook allemaal opnieuw doorgenomen. Mm-hmm. En daaruit is eigenlijk dat basismanuscript ontstaan. En terwijl ik met het manuscript dan echt aan de slag ben gegaan, gaandeweg komen er altijd andere dingen. Mm-hmm. Bij bomen denk je aan hout. En aan hout kun je misschien denken, nou ja, een schip, zeg maar iets. En bij een schip denk je weer aan een eiland en een schipbreukeling. En dan zijn allemaal dingen waar je kunt zo, ja, je kunt associëren. Dat is eigenlijk wel het, dat was het heel, heel, heel fijn aan dit boek, dat het zo bleef. Dat ik eigenlijk bijna nooit uitgeassocieerd was. En soms moet je wel denken, want dit is eigenlijk te warrig of cryptisch. Maar dat mag er ook af en toe wel eens in staan. Ik vond het wel cryptische dingen. Ja. Ja, dat maakt het ook verrassend vaak. Hè? Men geeft de originele invalshoeken. En ook de toon bij elk stukje is vaak heel anders. Sommige zijn echt grappig bijna. Anderen zijn meer dan melancholisch. Of... En de overgangen... Ja, je kan gerust één item lezen en dan het boek de volgende dag bij een ander openslaan. Het is doordat het ook een beetje een naslagwerk is. Niet echt iets om van A tot Z letterlijk te lezen. Maar je kan er blijven in bladeren en zelf ja, ook dingen associëren. Maar ik kan me voorstellen, misschien heb je ook dingen moeten schrappen of dingen dan achteraf. Ja. Ja, ik heb... Of het is spijt dat sommige dingen... Schrappen niet... misschien... Ja, schrappen. Ik heb, soms moest ik wel eens items uit elkaar halen, omdat... dat heb ik in mijn romans ook. Ik ben nogal een compacte schrijver. Dus ik heb veel ideeën in één paragraaf. En dan is het wel het voordeel dat je een goede redacteur hebt die dan zegt, van wat zegt te veel of dit is onbegrijpelijk, van dit moet je nu even scheiden en leg dit eens uit, leg dat dan eens uit en probeer dat eigenlijk op gebruik een aparte toon. Of, en dan je, tijdens het schrijven heb ik natuurlijk wel, krijg ik natuurlijk wel de feedback van mijn redacteur bij de uitgeverij. En die zorgt dan eigenlijk ook weer voor een soort dynamiek en je komt dan weer op andere gedachten en zo wordt dat een beetje een wisselwerking en schrijft het boek voor een stuk weer zichzelf. En, het grappige is dat ik nu wel ondertussen weer een nieuw document bijhoud waarin dat ik weer nieuwe lemma's aan het verzamelen ben. Ik zeg nooit, hè. Misschien komt er een tweede deel, maar het is meer zo dat ik denk van, potverdorie, van hoe komt dat nu dat ik nu net dat belangrijke onderdeel. Dat staat daar nu niet in. Dat is, kan, en dan heb je zo die blinde vlekken. Als het boek dan af is, dan heb je achteraf potverdikken. Dat had er eigenlijk ook nog best in gemogen. Of daar had ik iets mee kunnen doen. Ja. Ja, dus kan. Zijn, Ik ging zeggen, ik kan me voorstellen dat nu, zeker in deze tijd, dat er nog heel veel dingen aan bod kunnen komen. Dat je misschien ook kan associëren met... nieuwe begrippen die nu opduiken, zo de eenzaamheid van het venster zwaaien bijvoorbeeld, of van het mondmasker, of de intensive care, of de... Ja, er zijn heel veel acute en heel zichtbare vormen van eenzaamheid nu in deze situatie. Of zijn die te expliciet dan misschien om... Ja, of dat zijn dan dingen die ik dan toch liever zou laten bezinken. Ik zou daar nu meteen iets over schrijven, zoals ik probeer ook niet. Ik heb ook wel gemerkt dat ik... over heel intense ervaringen van eenzaamheid, dat ik dat moet laten rijpen. Zo. Van, dat dat niet iets is. Als ik het op het ogenblik zelf schrijf, is daar vaak te veel emotie in. En is het zo'n soort rouw, zoals sommige mensen dan dingen op Facebook gooien en achteraf waarschijnlijk veel spijt van hebben. Dus je moet dan natuurlijk wel een soort... literair proces laten ondergaan. Daar moet een soort van filter over komen. En je moet dat op een andere manier proberen te verwoorden, zodat het eigenlijk toegankelijk wordt voor meerdere mensen. En dat het niet alleen maar iets is waar jij iets aan hebt, hè, gewoon om te ventileren. Mm. En misschien is dat ook wel zo met die items die jij net opzond. Dat zijn zeer acute vormen van eenzaamheid en daar kun je veel mee doen, maar dat is iets waar ik... Als ik mezelf... Ik
ken mezelf op dat vlak wel goed. Ik denk dat het beter is om dat een beetje te laten rusten en dan later op het score te schrijven. Het heeft ook... Ja, die eenzaamheid op zich, we hebben het daar net al over gehad, heeft een heel existentiële kant. En het is echt een... Ja, het kan een fundamentele toestand zijn, maar tegelijk is zo'n boek, en elk boek eigenlijk, een poging tot communicatie, een poging tot verbinding, om... Ja, de herkenning van degene die leest, die eenzaam mag wezen, maar die zich wel herkent in dit boek, het vermindert die eenzaamheid ook een beetje. Wellicht als je je erin herkent. Of... Ja, maar dat bespreken nu voor een bibliotheek. Elke lezer ervaart, denk ik toch in zijn leven, op een bepaald moment dat boeken zijn of haar redding zijn. Hè, dat is toch... Dat is bij mij van op het ogenblik dat ik kon lezen, denk ik dat ik... dankbaar was dat er zoiets bestond als literatuur, want waar moest ik anders heen? Zo, hè? Dat was dus op een soort drenkeling die zich dan vastklampt aan boeken. En ik ervaar dat heel vaak opnieuw in mijn leven, op moeilijke momenten, dat er je bijna zo opgelucht kunt zuchten van maar gelukkig heb ik nu nog, kan ik straks nog een beetje lezen en kan ik daar nog terecht? Dat is bijna een soort van veilige haven die er nog is, boeken. En voor elke mens zullen dat andere boeken zijn of ander soort van boeken, maar dat maakt niet uit hè, dat je daar zo... Dat is nu iets waardoor ik mezelf ook gekoesterd voel en dat zal voor vele lezers zo wel aanvoelen, denk ik. Waarom je bepaalde boeken blijft herinneren en dat moet niet per se de grote literatuur zijn, maar dat je daar zo het gevoel hebt van... Dit gaat over mij, of hier voel ik verwantschap, of met deze personages zou ik ook wel eens in het echt willen praten, of daarmee willen omgaan. Of. En dat is eigenlijk de kracht, denk ik, van literatuur, hè, dat het zo... Stel je voor dat we dat nu niet hadden, en dat we dan het moesten doen met... Netflix-series, of ik zeg maar iets. Of beperkte dingen, of alleen maar babbeltjes mochten slaan, of alleen maar één boek mochten lezen en nooit een ander boek. Hè. Er zijn zoveel beperkingen waar mensen zo... Hè. Er worden mensen zoveel beperkingen opgelegd in bepaalde culturen, dus maar wij hebben toch de vrijheid om te lezen wat we willen lezen. En dat is ook onze grote troost, denk ik. En dat geeft ons ook de kracht om dat te kunnen en te mogen en te hebben. Mm-hmm. Ook omdat het de grenzen van tijd en ruimte moeiteloos oversteekt. Dus ook in de lockdown geeft het die vrijheid. Of de... Ja, en wat dat bij mij ook wel speelt, om als historicus valt het mij altijd op. Natuurlijk is het thema van het existentialisme en de existentiële eenzaamheid, dat is natuurlijk iets wat we pas in de vorige eeuw, de 20e eeuw, dan vol hebben proberen te exploreren. Maar als je naar de alleroudste literatuur teruggaat, zoals in het Gilgamesh-epos, ja, dan is de verlatenheid en de eenzaamheid van een mens daar net zo'n groot en even belangrijk thema. Dus het is gewoon iets wat dat des mensen is. En daarom is het ook wel interessant dat wij, dat literatuur ons dat ook wel toont, hè, dat mensen daar al sinds de mens zijn met die gevoelens van eenzaamheid en alleen zijn borstelen. Is het misschien net hetgene wat ons mens maakt ook, dat bewustzijn van het geworpen zijn in de wereld en die pogingen om contact of herkenning. Ja, misschien onderscheidt het ons van de dieren of een van de... Ja, dat weet ik. Dat zou ik niet durven zeggen, want ik denk dat dat dieren ook eenzaamheid ervaren. En dat een haar moeder wordt gescheiden, blijft ook heel haar leven naar de moeder verlangen. En dat zie je ook als ze terug na jaar samengebracht worden. Het kalf terug. De grote kalf wil moeder zijn. Dus dat is zo. Ik weet dan niet of dat... Dus, maar het is, ja... We denken er natuurlijk veel over na. Dat we er zoveel ruimte en tijd voor hebben om erover na te denken. Ja.
Ja, het veronderstelt ook de keuzes die je gemaakt hebt, de items die geselecteerd zijn. In alle daarvan zit een heel groot mededogen. Ook al schuw je het niet om kritiek te geven, of er zit ook wel wat maatschappijkritiek in en cultuurkritiek. Maar toch, de selectie wijst op een oog voor detail ook, op een oog voor wat, ik zei het daarnet al, een beetje in de marge valt. Maar vooral met heel veel empathie ook voor elk onderwerp of elke associatie die je maakt. En dat vergt opnieuw toch een zekere vorm van verbinding of verbondenheid met de dingen die je beschrijft. Ja, ik denk dat die empathie is ook wel gegroeid, denk ik, in mijn leven. En ik denk dat het ook wel niet onbelangrijk is voor mezelf dat ik dat boek heb geschreven. Nu, op deze leeftijd, als ik het 10 jaar geleden had geschreven, was het een heel ander boek geweest. Mm-hmm. Omdat toen die rauwe eenzaamheid mij nog veel vaker overviel. En dat ik daar nog veel meer moeite mee had om dat zo in het grotere geheel te plaatsen. Of mm-hmm. dan ook een soort verbinding te maken met hoe andere mensen misschien net met hetzelfde worstelden. En dat het zoiets leek van, het overkomt alleen mij. Hè. Bij pubers is dat vaak nog extremer. En dat is wel iets wat met de loop der jaren mensen wordt dat waarschijnlijk toch misschien iets zachter of dat hele pijnlijke rouwen gaat er wel een beetje af. En daardoor was het voor mij ook wel mogelijk om er nu op deze manier over te schrijven. In plaats van een soort van woest manifest over de eenzaamheid. Dus dat vind ik ook belangrijk om ik heb dat bij mezelf ook wel ontdekt van oké, een mens, soms is het ook goed om te wachten met dingen te beschrijven, om over dingen te schrijven, omdat je gewoon nog niet de afstand hebt tussen die ervaringen en jezelf. Mm-hmm. En veel empathie met de dingen en de mensen, dat is natuurlijk ook iets wat je als schrijver ook wel ten goede komt. Of iets, een eigenschap, misschien hebben niet alle schrijvers dat, maar de meeste schrijvers hebben natuurlijk wel een oog voor detail en zitten met hun verbeelding vaak ook al, terwijl ze naar iets kijken, springt hun verbeelding daar al tussen en maken ze daar al iets anders van. Dus dat is natuurlijk wel zo een manier waardoor je de wereld ook behapbaarder maakt of toegankelijker maakt voor jezelf, maar dat er zit altijd wel een stuk van. Je zet daar al een stuk verhaal tussen, hè, terwijl je naar de dingen kijkt. En ik denk dat dat waarschijnlijk ook wel te maken heeft met het feit dat ik dan bij zo'n veel uiteenlopende lemma's, met zoveel uiteenlopende lemma's aan de slag ben kunnen gaan. Mm-hmm. Ik ben nu een beetje warrig, maar ik denk dat je wel ongeveer begrijpt wat ik bedoel. Ja, want het is veel thema's, maar van sommigen dacht ik, het is ook precies een heel klein eerherstel of zo, of een manier om wat vergeten was, of veronachtzaamd is, of wat scheef bekeken wordt, toch een beetje, ook eens op een andere manier te belichten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een aantal bekende, onbekende vrouwen die in de loop van de geschiedenis wat in de tussen de plooien van de tijd zijn verloren gegaan. Maar ook wie succesvol is of wie helemaal niet met eenzaamheid geassocieerd wordt, om daar toch een beetje de keerzijde van te tonen. Dus maar vooral dat subtiele eerherstel, of misschien interpreteer ik dat zo, of was dat niet uw bedoeling? Ja. Maar dat vond ik wel heel mooi eigenlijk, om daar... Ja, ik denk. Nu, er zitten natuurlijk heel veel auteurs of muzikanten of acteurs in dit boek, voor wie ik sinds mijn jonge jaren een bijzondere fascinatie heb.
En ik vond het ook wel fijn om eigenlijk daar hen te schrijven. Hè? En dan ook een stukje hun plaats in de geschiedenis. Want ja, wanneer zou ik anders over hen kunnen schrijven? Dus ja, ja, ja. Ik kan niet allemaal in mijn roman stoppen, dus ik moet ze eigenlijk wel even af. Ik moet ze nu eindelijk eens een plaats geven. Dus in die zin zit er ook wel een... door over die andere, misschien vergeten mensen te schrijven, schrijf ik eigenlijk ook een soort eigen biografie van ja, wat is nu eigenlijk is nu bepalend geweest in mijn leven en waarom zijn ze bepalend geweest. En ik vind het ook wel, ik vind het ook vaak zo jammer als je dan bijvoorbeeld de typische leeslijstjes ziet van mensen of de boeken die hun leven hebben bepaald, dat zijn ook altijd de grote romans en de klassiekers en weer de 10. Meestal zijn het dan ook nog mannelijke auteurs. Dus ik vind het ook wel fijn om de vrouwelijke auteurs ook eens een plaats te kunnen en te zeggen van, maar zij zijn ook wel belangrijk in die wereldliteratuur. Het is niet omdat ze zo niet de tafelspringers zijn, dat ze niet net zo bepalend of vernieuwend geweest zijn voor de literatuur of voor de muziek. Dus in die zin is daar een beetje mijn eigen bezorgdheden of mijn eigen manier van hoe ik naar de wereld kijk, zit zeker ook wel in dat boek. Ja, mijn eigen stokpaardjes. Ja, in die zin is het ook een erg persoonlijk boek, veel meer dan een droge encyclopedie, uiteraard. Dus, inderdaad. Ja. Ja, want waarom zou ik voor auteurs kiezen met wie ik eigenlijk niks heb? Ja. Dat zou ook niet zo raar zijn. Dan zou het pas een opgelegd boek zijn. Ja, ja. En daarom is het wel fijn. Dat was in mijn interactie met mijn redacteur, zei dan af en toe maar weer een vergeten Scandinaviër. Weer iemand van wie nog nooit iemand gehoord heeft. Ja. En toch komt hij erin, of zij erin. Want dat is nu eenmaal... Kan ik het nu over zoiets persoonlijk als eenzaamheid en alleen zijn schrijven als ik niet naar mijn eigen... Als ik niet vanuit mijn eigen referentie kan. Ja, ja, ja. Ja, want het is ook... wat hij misschien op het eerste zicht of meteen zou associëren, de klassieke 100 jaar eenzaamheid bijvoorbeeld, of Murakami met de eenzaamheid van de hartloper of zo. Ja. Die komen er niet in. Misschien wat nee, ja, inderdaad. Murakami had er niet in kunnen, maar... Ja. Maar... Ja, misschien is het... Ik denk dat ik toch wel heel diep bij mezelf ben gebleven. Zo, ja. De boeken. Ja. Dat zijn nu de boeken die voor mij bepalend zijn geweest. Sinds mijn zeer jonge jaren. En dan... Dat is ook wel fijn om te zien dat je zo... Dat je nu pas beseft dat ja, ik ben eigenlijk zeer gevormd geweest door bepaalde schrijvers die ik nu misschien al 30 jaar niet meer gelezen heb, maar dat toch wel ergens geboekstaafd staat. Ja, ja, ja. Namelijk in dit boek. Ja, 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 letterlijk. Ja. Ja, dat is mooi. Inderdaad. Ja, als we teruggaan naar de situatie nu, de hele coronatoestand en alles wat het meebrengt, je hoort ook van veel mensen dat de beperking nu en de verplichting om zoveel mogelijk thuis te blijven hen ergens ook wel een opluchting is, omdat het de sociale interactie of alle sociale verplichtingen eventjes opschort en dat ze die innerlijke ruimte of die fysieke ruimte toch ook wat ontdekken. Dus we hebben het er al een beetje over gehad, maar dat het isolement of de terugtrekking in zichzelf confronteert met de vraag, wie ben ik? Ja, en dan zeg je inderdaad die boeken die je gevormd hebben daarin. Maar nu is het een beetje een collectieve verplichting. Ja, denk je dat dat op termijn een invloed zal hebben? Of die collectieve eenzaamheid, gaan we daar iets uit leren volgens u? Of... dat is een grote vraag misschien, maar... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Zijn het ook niet de mensen die daarvoor ook weinig alleen waren, die nu maar Facebook bestormen met al de dingen die ze dan doen, om toch maar te tonen, kijk eens hoe flink ik bezig ben.
als je al gewend bent om dat te doen, moet je dat niet per se nog aan de buitenwereld tonen. Wat ik wel in het algemeen merk, als ik dan met mijn naasten daarover praat, dan is dat toch wel dat de meeste mensen nu beseffen van potverdikke, wat zijn we eigenlijk al, waarom onze weekends altijd zo druk? Want eigenlijk is dat best wel fijn om is niks hè, gepland te hebben. Want ja, wat zou je dan plannen? Ja, bij mij is dat ook zo van, ik heb mijn werk en mijn betalend werk en dan schrijven en dan ook de andere dingen die ik thuis doe. Maar dat is, daarnaast zit ik natuurlijk daarbuiten ook nog wel een heel aantal andere dingen die ik vast elke week deed. Hè. Gaan sporten, afspreken met vrienden. Je gaat eens naar een museum, je gaat eens naar een film. Fijne dingen, hè. Ik mis dat ook wel. Maar soms is het ook wel eens fijn om wanneer moet ik dat ineens niet meer allemaal doen. En dan en binnen zelf zoeken en wennen, omdat ik bij mezelf ook wel merkte dat heel mijn sociale leven ligt eigenlijk buiten de deur. Ja, ja. Alles wat ik doe is eigenlijk met andere mensen buiten mijn huis. En nu was ik alleen in mijn huis. En, dus dat was wel binnen. Maar dat is niet uw vraag. Uw vraag gaat over wat dat ons zal leren over op langere termijn. Ja. Ik weet het niet. Als je het dan merkt, dat, hoe snel dat mensen nu al terug zo over elkaar heen kruipen nu ze buiten mogen. En toch wel heel veel moeite hebben met die fysieke afstand. En... Ik weet het niet. Maar denk je dat er misschien meer begrip zou komen? Of een soort van ja, erkenning dat alles wat... Dat bijvoorbeeld mensen ook wel beseffen dat het deugd kan doen om u eventjes terug te trekken en om alleen te zijn, dat misschien meer erkend zal worden, dat het niet meteen als asociaal wordt gezien, zoals zelfs mensen die lezen in een gezelschap als asociaal worden bestempeld soms. Ja. Of... Ja. Ik weet het niet. Misschien is het voor de mensen die dat asocialer gedrag gewend zijn, dat het voor hen eigenlijk een dat het rustpunt ook wel belangrijk is, hè? Dat het nu allemaal kan en mag, zonder dat je daarvoor hoeft te verantwoorden. Anderen die ertoe gedwongen worden, natuurlijk zullen er wel een aantal zijn die denken van potverdikke, het is natuurlijk wel beter om aan de andere kant te zitten dan altijd maar te moeten rusten, op reis gaan en zo. Maar ik weet het niet. Het is moeilijk om zo daar een grote uitspraak over te doen. Ja. Maar ik denk... Wat ik het positieve vind, ik denk dat mensen nu eindelijk tijd hebben om te lezen, zeker. Zou dat niet zo zijn? De bibliotheek kan er waarschijnlijk wel uitsluitsel over geven. Hè? Wat er nu meer mensen dan vroeger, nu dat je online boeken kunt laten klaarzetten of bestellen. Dus ik hoop dat er terug meer gelezen worden. Mm-hmm. Echt fysiek gelezen. Ja. Met zo'n papieren ding in je hand, dat je dan bladzijde na bladzijde. Mm-hmm. Ja, hopelijk. Dus, de boekhandels zijn ook terug open vandaag. Dus, dus, absoluut. Ja. Maar of dat dan nu de mens fundamenteel zal veranderen, ik weet het niet. Misschien worden we gewoon meer trouwiger. Ik denk altijd van aan andere mensen als mogelijke besmetters en dan dat dat iets anders ook teweeg brengt. Ja, ja. Misschien nog een grotere eenzaamheid dan in zekere zin als je de ander niet meteen ziet als potentieel interessant contact, maar in de eerste plaats als potentiële besmetter, dan wordt dat een barrière. Ja, wat ik zo raar vind, is in op het openbaar vervoer normaal, als je de bus opstapt, dan groet je de chauffeur of de trein, je hebt contact met mensen, maar nu is dat zo iets bizar. Je stapt die bus op en je bent dan nu gemaskerd en dan andere stemmen. En je mijt bijna oogcontact, want het is bijna alsof je jezelf denkt van... Het is alsof je jezelf gespiegeld ziet als een soort van vreemde. Je bent nu een soort vreemde in wat dat vroeger vertrouwd was, omdat je er nu ook anders uitziet en je gedrag is anders. En ik weet niet of het alleen maar... Ons terug dichter bij onszelf zal brengen, dat weet ik niet. Misschien verwijdert het ons vooral nog meer van de anderen dan dat het ons bij onszelf brengt. Ja.
Ook omdat er veel minder ongedwongen contact is of veel minder terloopse praatjes in de lift of zo zitten er ook niet meer in. Dus, En dat zijn ook de dingen die soms het leven ook leuk maken. Hè? Ongedwongen praatjes of eens naar iemand glimlachen op straat of eens knikken. Zijn we toch... Ja, ook daar zijn we in quarantaine. Ja. Inderdaad. Oké. Misschien even nog de brug maken naar uw andere boeken of ander werk dat u ervoor geschreven hebt. U heeft er net al gezegd, eenzaamheid speelt eigenlijk altijd al een beetje een rol in alle boeken die u hebt geschreven. Je hebt er één waarin het ook expliciet in de titel staat, De eenzaamheid van het Westen. Dan over Canada en over een vrouw die zich niet op haar plek voelt en die plek ook probeert op te zoeken, mentaal en ook fysiek. Maar in de meeste van uw andere boeken speelt naast die eenzaamheid ook de Eerste Wereldoorlog een grote rol. Of vaak ook de periode kort erna. In mijn eerste drie romans, Dood van een soldaat, Vlucht en De eenzaamheid van het Westen, speelt de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol. Het is eigenlijk het kader voor het hele verhaal. En vanaf toen ik eindelijk eens een verhaal wilde afmaken, want ik heb altijd heel veel geschreven. En dan in 2005 is dan mijn eerste boek uitgekomen, Dood van een soldaat. Toen wist ik ook wel dat die Eerste Wereldoorlog echt wel het kader moest vormen, omdat ik toen al een paar jaar heel intensief aan het lezen was over de Eerste Wereldoorlog. Ook vanuit een soort persoonlijke belangstelling, omdat mijn grootvader in de Eerste Wereldoorlog had gevochten en ik wist eigenlijk niks over hem. Hij is gestorven lang voor ik geboren was. Mijn moeder wist eigenlijk ook niet veel over hem te vertellen. Dat is van ook de generatie die dan, als het voorbij is, dan zwijgen we daarover, denk ik. En ik heb eigenlijk zo'n manier gezocht om dichter bij hem te komen en eigenlijk dichter bij mezelf. En natuurlijk ben ik ook een kind van mijn grootvader. Hoe doe je dat als schrijver? Dat is via je verbeelding. Hè. Dat is niet alleen maar via feiten verzamelen, maar je verbeelding springt daar dan op. En thema's die je dan belangrijk vindt. En ja, natuurlijk is ook het feit dat onze maatschappij zo veranderd is, zo niet alleen ontwricht is, maar ook op een heel andere manier uitzag na de Eerste Wereldoorlog. Dat vind ik wel belangrijk. En ik heb dan drie romans geschreven over de Eerste Wereldoorlog. Dan heb ik nog een graphic novel gemaakt, samen met Gerold van de Perre, over de Eerste Wereldoorlog. En toen dacht ik van, nu ben ik wel uitgeschreven. Nu ben ik ondertussen ook met iets anders bezig. Een boek dat niet over de Eerste Wereldoorlog gaat. Maar grappig genoeg, ik ging gisteren wandelen met een vriend. En het gesprek is bijna heel de tijd over de Eerste Wereldoorlog gegaan. En plots had ik weer zo drie ideeën van, maar daar heb ik nog niet over geschreven, dus misschien kan dat toch. En misschien komt het wel eens terug, de Eerste Wereldoorlog. Waarom dat zo belangrijk is, dat vraagt iedereen. Maar dat is natuurlijk zo'n antwoord. Ik geef altijd hetzelfde antwoord, mijn grootvader en mijzelf. Maar dat is natuurlijk iets wat in de loop der tijd geëvolueerd is. Waarom dat ik daarover moet schrijven. Niet alleen maar, niet meer langer om alleen over mezelf te schrijven, maar ook wel omdat ik... merk dat die oorlog heel bepalend is geweest voor thema's die ik zelf ook belangrijk vind. Hè? Hoe dat vrouwen zich wat ontvoogd hebben. Hoe dat de maatschappij afstand is tussen de verschillende klassen. Hoe mensen dan intellectueel gevormd werden. Of hoe dat de intellectuele vorming of de filosofische stromingen ook van voor de Eerste Wereldoorlog eigenlijk een belangrijke rol hebben gespeeld in hoe dat mensen dan op het slagveld stonden en met welke idee dat ze eigenlijk naar de oorlog vertrokken. Dus dat is eigenlijk zo'n... Alles wat ik eigenlijk nog altijd lees of denk of doe, op een of andere manier is er blijkbaar toch wel in aan die Eerste Wereldoorlog. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, daarom is het nu dat ik dat
dat is zo ja, veelomvattend. Ja, ik vind het ook wel herkenbaar. Maar er is natuurlijk veel gepubliceerd, zeker de laatste jaren, over die Eerste Wereldoorlog. Maar weinig, meestal speelt het zich af in de Westhoek, echt aan het front. Terwijl uw boeken ja, spelen, of toch verschillende, meer in het Hageland. Of meer eigenlijk in een streek die men nu niet meer zo meteen met de Eerste Wereldoorlog zou associëren. Dus in die zin is het wel uniek. Ja. Misschien omdat ik altijd in mijn drie romans eigenlijk meer van het standpunt van de... Of heb geprobeerd te beschrijven hoe het eigenlijk was voor de burgers of voor de mensen in bezet België. Of die eigenlijk de inval van de Duitsers hebben meegemaakt. En wat dan natuurlijk wel in het begin van die eerste oorlogsmaanden zeer traumatiserend was. En zeer bepalend. Dus ook de rest van de oorlogsjaren natuurlijk. Hè, omdat het heel zware oorlogsjaren waren in bezet België. Maar dat vind ik dan ook wel interessant. Want ja, ik kan ook wel over oorlog en soldaten schrijven. Dat is niet dat daar niet voor, maar dat komt natuurlijk wel in mijn eerste boek wel voor. Maar ik vind het altijd fijn om zo dat onderbelicht. Misschien dat daarom ook zat in mijn encyclopedie ook. Dat ik thema's probeer te belichten die anders wat in het verkeerd hoekje zitten. Iets minder in your face, maar iets subtieler. Dus u zegt, u was al een hele lange tijd aan het schrijven. Je schreef eigenlijk altijd al, ook beroepshalve, als ik het goed begrijp. Maar dan in 2005 als Dood van een Soldaat... Nee, of 2000? Ja, 2005. Als Dood van een Soldaat verschijnt, wint u meteen als eerste vrouwelijke winnaar en een van de weinige Vlamingen, de Gouden Strop. Was dat dan een bevestiging van het schrijverschap? Is iets waarmee ik me kan identificeren vanaf nu? Of een soort van bevestiging om ermee door te gaan? Of was dat gewoon een heel fijne bijkomstigheid, maar eigenlijk fundamenteel niet zo bepalend voor uw schrijverschap? Ja, dat is wel de kip en het ei. Ben je schrijver vanaf het ogenblik dat je gepubliceerd hebt en dat mensen je lezen? Of ben je daarvoor al een schrijver? En dan ben je dan iemand schrijver zonder lezers? Dat is zo... Er zijn er natuurlijk wel heel veel mensen, schrijver, die dan de websites waarop mensen poëzie plegen te posten, zouden dan getuigen, maar dat er heel veel dichters onder ons zijn. Duizenden, honderden Vlamingen zijn dan dichter. Ja, je bent natuurlijk wel, vanaf het ogenblik dat je gepubliceerd hebt, vond ik van mezelf, nu ben ik wel een echte schrijver. Daarvoor schreef ik al jaren, maar het is zo van, nu moet het maar eens gebeuren. Als dat is wat je wilt worden als kind, en dan moet je natuurlijk op een bepaald moment wel in het diepe springen, want anders zul je dan altijd een soort schijnschrijver of valse schrijver zijn. Waar ik soms wel heimwee naar heb, is zo dat het makkelijke van dat eerste boek. Zo dat eerste boek dat je dan schrijft, dat is zoiets... Je bent eigenlijk nog niet belemmerd. Hè. Je hebt nog geen idee van wat dat is om met lezers om te gaan. Of met uitgeverijen. Of met verwachtingen. Of kritieken. Hè. Als je dan zo'n eerste boek kunt schrijven, dat is eigenlijk zo... Daarin kan alles en al. Dat is speels. En dat gaat eigenlijk zo bijna zonder nadenken. En nu, hoe meer je schrijft, hoe langer je daar... Ik heb de indruk soms zit over te peinzen en wat moet ik nu en hoe en na. Terwijl dat die flow van dat eerste boek, dat mis ik soms wel. Het wordt blijkbaar moeilijker. Hoe je schrijft, hoe moeilijker het wordt om... Ja, je eisen worden misschien hoger of je moet jezelf niet herhalen en dan... Maar je houdt ook al meer rekening met de ogen van de derde die het gaat lezen of de... Probeer ik dat af te schermen? Ja, dat probeer ik wel af te schermen. Maar ja, van het ogenblik dat je het dan door de eerste mensen laat lezen of door je redacteur, dan val je meestal ook van van die euforie. Waar je zegt van, wauw, nu heb ik wel iets prachtigs geschreven. Dan denk je,
En dan is het is wel moeilijk, hè? Je moet eigenlijk altijd opnieuw beginnen en dan het beter maken of het duidelijker of het herschrijven of personages laten vallen. Ook een drama, maar soms af en toe moet het. En ja, dat is. Het is altijd een work in progress. Maar je bent er wel in geslaagd om. Die Gouden Strop is echt een bekroning voor een thriller eigenlijk. Maar het boek is niet. Ja, valt niet voor één gat te vangen als thriller. Dus het is ook niet dat je daarmee de stempel hebt gekregen van thriller-auteur. Wel, en de verwachtingen dan. Ja. Toch nog altijd wel, denk ik. Er zijn altijd veel mensen die dan. Of die dan het eerste boek hebben gelezen. Want dat was nu wel een mijn enige succes, denk ik. dat was mijn succes. Die dan altijd. En de boeken daarna, en dan zijn dat ook thrillers. En als je dan zegt, nee, het zijn gewoon, tussen aanhalingstekens, romans. Ja. Ofwel teleurgesteld zijn, ofwel dat eerste boek niet willen lezen, omdat er dan het literaire thriller op staat. Allee, het is een genre. Ik lees eigenlijk zelf ook al heel mijn leven thrillers. En ik vind dat heel raar dat er mensen daar zo'n moeizaam onderscheid tussen maken, tussen thrillers en romans. Maar mensen plakken graag ergens een etiket op. Hè. En dat ligt ook deels bij de uitgeverijen en bij de boeken. Over het feit dat mensen graag dingen in hokjes zetten, en zeker in de boekhandel, allee, voor het commerciële aspect, dat wel daarover daar is het afgekapt. Maar ik vind het wel fijn dan dat het toont toch ook een grote variëteit aan genres die je aan kan. Dan, als dan iets als een encyclopedie, waarvan ik me kan voorstellen dat de uitgevers misschien ook een beetje huiverig zijn. Want ja, in welk hokje moet je dat dan thuisbrengen? Maar dat ook in zijn genre een heel kwalitatief is dan. Ja. Hoor je mij nog? Ja, nu wel, ja. Ja, ja. 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 Ja, ik vind dat. Ik heb dat nodig voor mezelf om heel veel genres. Ik wil mezelf ook niet zelf limiteren. En ik weet ook niet waarom. Dat is blijkbaar is dat slecht voor mijn gemoedsrust om dan mezelf ook te dwingen om tot een bepaald. Hokje, hè, in een bepaald hokje te gaan zitten. Maar ik vind altijd dat ik te weinig schrijf. Hè. Ik zou veel meer willen schrijven. Ik denk van, ik heb nog altijd bijna niks gedaan in mijn hele schrijverscarrière. En ik moet meer schrijven, meer schrijven. Elke dag denk ik, meer, meer, meer. Maar dat is, het is zoals het is, zeker. En waarom dan? Ja, er zijn natuurlijk genres die ik nodig. Ik denk dat af en toe met het internet te maken heeft. Kan ja, ze kunnen, maar niet. Ja. Het kan zijn dat het. Ja, maar het zou terug oké moeten zijn. Ja. Maar ik stel voor dat we stilaan afronden dan als de verbinding straks verbindt. Ja. Ik weet niet, je zei daarnet iets van een idee voor een volgende boek. Kan je daar al iets over loslaten? Of genre of onderwerp? Of? Ja, het is een roman. En, en dan heb ik alles verklapt. Het is een roman. Ja. Nee, het is een roman. Oorlog is er wel, speelt er wel een rol in, maar het speelt zich wel. Dus eigenlijk meer het oorlogsverleden speelt er een rol in, maar het grote verhaal speelt zich af in de jaren 70 en 80. Ja. Dus het ligt eigenlijk veel 100 jaar voor terug, maar oorlog, strijd om gedachten, ideologieën speelt er wel een belangrijke rol. Ja.
En is er al een idee wanneer die zal verschijnen? Of is nog heel prillenvaart? Die moet nog geschreven worden. Ja, nee. Ja. Als ik optimistisch zou zijn, zou ik zeggen in het najaar. Maar ik, ja. Dat kan ik niet beloven of zweren. Ja. Oké, maar we kijken er in elk geval naar uit. Het zou best kunnen dat het in het najaar al in de boekhandel ligt. Ja. Ja. Ja, ik ook. Als het af kan. In elk geval zeer veel dank voor het gesprek. Ik vond het heel fijn en boeiend. Ik hoop dat het ondanks de technische mankementen ook voor u aangenaam was. En dat voor de mensen die kijken, dat die er ook iets aan gehad hebben. En vooral dat die veel zin hebben nu om het boek te gaan lezen. Kleine encyclopedie van de eenzaamheid. Een ideaal boek voor deze tijd, maar zeker ook voor de tijd die hopelijk komt binnenkort. Heel veel dank en tot ziens misschien ooit live. Ja. Graag gedaan en tot ziens. Dag. Dag.